Heb je sleutel? Yes. Ja, maar dit ook. Het is helemaal verkamerd. Ja, ja. We hebben onderzoek gedaan naar woningsplitsing. Hoe is dat zichtbaar hier in de wijk? Nou ja, veel. De Simonstraat is ongeveer rechts. Simonstraat is helemaal verkamerd. Ik denk dat daar misschien nog twee normale huizen tussen zitten. Als er nog twee tussen zitten. Mm-hmm. Er zijn heel veel huizen hier en daar nog verspreid tussen de woningen in. We hebben daar uiteindelijk een hele grote inventarislijst van gemaakt en bij de gemeente gelegd. En waar wij vooral ook heel veel bezig zijn geweest, is dit stukje waar ik woon en dan naar rechts. Daar is eigenlijk helemaal geen familie meer zichtbaar. Ja, we kunnen nu nog wel gewoon lopen. We kunnen zo, hè? Nou, er is hier nog niet opgesplitst na de nieuwe verordening. Het pand hiernaast, waar die woonvormingsvergunning is afgewezen, dat is het eerste pand sinds de nieuwe verordening van de zomer van kracht is geworden. En daarna moeten bij splitsing de appartementen minimaal 40 vierkante meter zijn. En dat is voor de meeste investeerders niet lonend om dat met studenten te doen. Weet je, dat is het verschil. Maar het vermoeden en de bedoeling ook van de gemeente is dat die grens van 40 vierkante meter zo hoog is dat er geen studenten komen wonen. Hey. Kom verder in ons paradijsje. Ja, ik snap het wel echt. Ik vind het ook wel zo van... Ik snap dat ook misschien huizen worden inderdaad wat meer slechter onderhouden. En dat het moeilijker is voor anderen om een huis te kopen. Maar ik vind het ook wel heel jammer als wij allemaal een soort van ook geen huis kunnen krijgen. En, ja. Ja. Ik weet niet, ik snap het niet helemaal eigenlijk. Ik had ooit wel gehoord dat de onderliggende reden was zodat er niet 30 Polen in één klein kamertje zouden wonen. Ik weet ook niet of dat waar is, maar... Ja. Daardoor hebben alle studenten daar nu, zijn er nu wel een beetje van te dupen. Want een huis is gewoon veel te duur om daar met z'n drieën in te gaan wonen. Dus wij kunnen nooit iets kopen of huren. Terwijl met z'n achten is het dan nog wel te doen. En het is natuurlijk, er zijn er gewoon veel minder huizen nu daarvoor over. En als je met z'n achten zou wonen, dan is er gewoon meer plek voor iedereen. Terwijl er heel veel huizen zijn. Er zijn ook vrienden, studentenhuis van ons die... hebben een super groot huis en daar wonen ze met z'n zes en er staan gewoon 8 kamers leeg. En dan denk ik van, nou, kom op. Die kamers waren er al, maar er mogen gewoon geen meer studenten bij komen. En dat is gewoon een beetje zonde in deze woningcrisis, denk ik.